Ja, de man die er het gezondst uitziet hier aan tafel is kitesurfer Roderick Peils. Want hij is net terug uit Tanzania. Na een voorbereiding van meer dan een jaar is het gelukt. Hij heeft gesurfd op het gloeiend hete en giftige meer Lake Natron. Roderick Peils en naast Roderick fotograaf Rijn Rijken. Want die gaat Roderick fotograferen. Jullie zijn knettergek. En hoe kan je de natuur daar nou mee veranderen, Rijn? De elementen, die zijn krankzinnig. Maar denk je ook dat je iets gaat veranderen bij mensen als zij deze beelden zien? Het heeft een mooie foto opgeleverd en de verwachting is dat er nog veel mooier aan komt. Roderick, wat wordt jullie volgende bestemming? En ik kom hier in principe voor hetzelfde doel hier naartoe. Gewoon een wereldfoto maken en een fantastisch avontuur beleven. Wat we later aan onze kleinkinderen als opa's kunnen opscheppen, weet je wel. Het gaat meer dan alleen om het beeld zelf. Het gaat ook om het avontuur wat we beleven. En hoe we er komen en dat we die krater in moeten duiken. En hoe onmogelijk het eigenlijk is om dat shot te maken. Het wordt wel echt een missie en het wordt wel weer echt weer vloeken en je zal echt wel weer materiaal kapot gaan en ik zal echt wel weer een paar keer mijn hoofd onder water moeten stoppen omdat ik moet vloeken van frustraties, maar ja, het is het allemaal wel waard. Naast de deur. Je ziet ons hier zitten. We zitten hier keurig aan de rand van IJsland. En die vulkanen die zitten in de hooglanden. Dat is 2,5, 3 uur rijden op onverharde wegen. Hobbelen, hobbelen, hobbelen. Met een dak, met de surfspullen op het dak. Dat is je beste vriend, toch? En nu zit die stinker daar ook nog een keer. Vuile moeder nek. Ik wil dat hij dicht gaat. Maar ja, normaal reis ik dus gewoon altijd naar echt supermooie tropische bestemmingen. Waar je weet, de condities zijn heel goed. En op de een of andere manier heb ik IJsland altijd echt hoog op mijn bucketlist gehad. Waarom? Ik heb geen idee. Maar ja, ik heb altijd echt het idee gehad van daar wil ik een keer naartoe. Ja. En ja, dit avontuur bevestigt het wel echt 100%. Rijn, goed. Bezig, jongens. Een worteltje. Oh, waar is die andere? Oh, daar. Chocola, chocola, chocola. Ja, ergens. Wow. Vertel even, wat is het plan vandaag, hè? We hebben geen wind, man. Ik wil dus eigenlijk naar die hike gaan. En daar omhoog lopen. Dus het eerste stuk is best wel steil. Eigenlijk op zoek naar meer daar. Ik weet niet of het er is. Ik vind het een beetje lastig in te schatten. Als het er wel is, is het echt wel een hele dikke plek namelijk. Ja. Zij vertrokken, hè? Zij vertrokken, jongens. Op zoek naar het startpunt van een hike. En het is wel een dikke hike. Alleen we kunnen met deze auto niet komen, dus we gaan even kijken of we er wel kunnen komen, maar dat de auto niet afborrelt. En uiteindelijk het doel is om daar de krater mee te vinden. Eén van de.
wel spannend hoor, jongens. Een goede locatie te vinden. Ik voel toch een beetje druk. Alle ogen op jou gericht, hè? We voelden het wel een beetje. We gingen eigenlijk op zoek naar een mooie wandelspot waar we op zoek gingen naar meren. En eigenlijk gaandeweg kwamen we die niet echt tegen en zijn we verder gaan rijden. Het heeft best wel lang geduurd. Ik denk, nou, we zijn een uurtje of 8, 9 denk ik wel onderweg geweest. Kijk, al die watervalletjes daar, man. Dit is echt heel sick. Drukker deze weg, joh. In het begin was het een beetje dat ik niet echt lekker mijn draai kon vinden als het ware. Want nou, ik ben hier om te kiten, maar je kan hier... We konden nergens kiten. Er was nergens water, er was geen wind. En het was wel heel erg leuk om te zien dat Rijn al super in zijn element was. Om overal mooie, omdat het zo fotogeniek is. Je kan overal mooie foto's maken. En ik, ja, ik dwarrelde er een beetje achteraan van, joh, wanneer komt er nou wind en wanneer komt er water? Zou waaien, dan zou je soort van de hele tijd zo op die stroming, in die stroming kunnen blijven. Het lastige is dat het nu die kant op stroomt en het waait die kant op. Dus ik ga eigenlijk gelijk met de stroming mee en dan heb je eigenlijk helemaal geen druk in je kite. En dan ga je onder je kite door en uiteindelijk gaat je kite vallen en dan ligt de kite aan de andere kant en dan gaan je lijnen door elkaar heen en lig jij onder een steen vast. Dat is niet zo fijn. Is wat het is, jongen. Komt wel goed. Vinden we wel wat moois. Ja, ik vond het heel grappig. Holy fuck, dude. Hoe sick is dit? Zo sick. Oh my god. Het is zo onwerkelijk groot. Je kan Google Maps openen en je ziet die krater en je denkt, nou, ja, dat is wel te doen. Maar als je dan midden in dat meer ligt en je kijkt om je heen, hoe onwerkelijk groot het is. Ja, denk. Wat denk je? Ja, dit is gewoon het shot. Dit is zo fucking vet, joh. Je staat bovenaan die rand en je denkt van, nou ja, hoe breed zal dat zijn? 200 meter. Ja, het is gewoon een keer 10 of zoiets. Weet je? Dat je denkt van, hè? Hoe dan? Ja, echt geniaal. Zit je dan? Te wachten op de regen. Het is niet een wandelpad, het is best wel stijl naar beneden. En het moeilijkste, uitdaagste is wel om hoe ik mijn kite daar klaar ga maken en hoe ik hem omhoog ga krijgen. Maar, dus ik denk dat Rijn mee moet naar beneden en eigenlijk alles moet vasthouden. En dan in één keer soort van de lucht in moet gooien. Want als hij één keer de stenen raakt of... Ja, het zijn super scherpe stenen. Ja, lavastenen. Dan kan je gelijk je kite weggooien. En als ik erachteraan word getrokken, dan kan ik mezelf weggooien.
En nog een keer. Laat me los. Come on. Rijn, huh? Wat denk je allemaal? Nou ja, het is gewoon fucking lastig. De start is gewoon super lastig. Denk nou gewoon! Wat een domme fucking hoerenwind! Jeetje! Ik blijf het liefst hier, als we hem kunnen maken, want als we naar boven gaan, is de kans heel klein dat we weer omhoog gaan. Naar beneden. Want dan staat mevrouwtje, de ranger, die staat te zeggen, ja, dit is echt niet de bedoeling. We wisten dat de wind lastig zou worden in die krater, maar dat die ja, zo alle kanten op zou gaan, dat was wel ook wel een verrassing. Hè? Je zag die windfanen op dat water gewoon soms dit doen en dan zag je ze letterlijk terugkomen. Dus ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet de kite. Nog wel een keer proberen, alleen weet je, ik kan nu niet vliegen. Dat is gewoon echt niet een no-go. Maar wat ik zei, als we nu naar boven gaan, die ranger staat daar, dan is het vandaag een waarschuwing. Ja, ik hoorde het. Ja. Of we moeten het gewoon heel laat of heel vroeg doen. Het is dus niet gelukt gisteren. Ik ben nu een dikke power breakfast voor de boys aan het maken en hopelijk dat we zo meteen wel gaan slagen. Maar, het gaat gewoon lukken. Het moet lukken. Bakjes! Toen we naartoe rijden was ik wel een klein beetje een soort van zenuwachtig. Als het vandaag dus niet lukt, dan betekent het eigenlijk dat het gewoon niet gaat lukken. Dus het was eigenlijk een soort van die day dat het wel echt moest gaan gebeuren. En ja, als je dan daar aankomt en je kijkt die krater in en je ziet al die windvlagen van links naar rechts, voor naar achter vliegen. Mijn eerste gedachte, we keken naar beneden, was eigenlijk een klein tornado ontstaan op het water, echt van het water opspatten. Ah, toen dacht ik wel echt van, oké, dit is dus echt missie kansloos. Dit gaat dus echt niet worden. Oké. En we gaan dus ook daar kijken. Daar lijkt het meest stabiel. Oké. Uiteindelijk wel lukt. Dat is wel echt heel erg leuk. In zo'n omgeving dan maakt het eigenlijk niet uit hoe je kite of hoe de wind is. Het is altijd lekker om dan op het water te staan. Dus ook al krijg je vlagen of ook al valt de wind in één keer helemaal weg. Als je dan gewoon heel even om je heen kijkt en je beseft waar je in het kiten bent. Het geeft ook zo'n kick om in dat water te zijn en de natuur niet alleen te zien, maar ook echt te beleven en die emoties ook echt te voelen.
door je zo nietig en klein, stelt gewoon helemaal niks voor vergeleken met de natuur. En dat is zo'n onwijs mooi gevoel. Toch mooi als je maatje daar zo ziet kijken, jongens. Fucking hell. Vind ik echt vet. Ik word hier wel echt ontzettend achterlijk van. Holy fuck, dit is zo dik, jongen. Ik ga even kijken, want ik denk dat ik je daar ook nog eentje heb. Oh my god, je ziet zo'n hele vlaag waar je mee bent. Dit is wel echt bruut, hé. Besef wat we weer geflikt hebben. Na Tanzania. Klet! Ik had gedacht toen we daar boven stonden dat het niet ging lukken. Nee. Toen zag ik hier al echt dat tornadootje dat we zagen. Toen dacht ik, nou, dit gaat hem echt niet worden. Bizar hoe klein je eigenlijk bent, hè, vergeleken met hoe groot dit is. Ja, maar dat vind ik juist zo mooi. Ja. Jij als piepklein mannetje. Ja. In deze gewoon fucking krater. Grootste speeltuin van de wereld. Elke keer weer. Elke keer weer, hè? Op zoek naar de volgende. Hey, even voor het plan voor vandaag. Ik twijfel een beetje of we terug moeten of dat we doorgaan. Want ik vind je gewoon heel klein in die krater. Dus ik weet niet of we zeg maar nog een keer heen moeten of dat we zeggen oké, we hebben het avontuur beleefd, we hebben de foto. En er is nog zoveel moois te zien, we gaan door. En misschien ja. ben ik te perfectionistisch. En moeten jullie gewoon denken, fuck it. Dus eigenlijk heb ik een beetje jullie mening nodig. En als je het niet mooi vindt, wil ik ook dat je eerlijk bent. Zie nou op. Gozer. Oh. Gast.
Dit is echt smerig vet, jongen. Smerig dikke plaat. Holy shit. Fuck, dit is wel heel klein. Ja, ik snap wel wat je bedoelt, dat die klein is. Maar ja, het is gewoon een massive vulkaan. Dat ding is toch Chimongous, dus dan zie je... Dat is ook wel een beetje het project dat je laat zien hoe nietig we zijn. Qua omstandigheden, qua lucht, gaat het niet beter worden. Ja, ik vind het een hele dikke plaat, man. Ik denk dat je hem gewoon hebt. Fuck it, we gaan door. Dit is goud. Dat is wel redelijk spannend, omdat je natuurlijk... Ik heb nog nooit op een rivier gekaaid en vooral niet die eindigt in een waterval. Dus ja, hoe gaat dat en hoe werkt dat? Hoe bruut is je hebt wel een shirtje aan. Het is wel sick. Stel dat je daar kunt kijken zo, met je kite heel laag en dan schiet je zo poef. Dan heb je dit allemaal eronder en zie je ineens zo van... Weet je wat ik bedoel? Dwars heen kijken. Heel vet. Ja, en hopelijk dat we morgen nog meer dikkere shots kunnen maken met op super mooie locaties en mooi zonlicht. Ja, wel echt dik. Morgen. We zijn de boys zijn alweer wakker hoor. Om 8 uur, gisteren om 12:30 ging het licht uit. Nee, ging het diner naar binnen. En half één waren wij nog. Aan het avondeten. En deze jongens die stonden om 8 uur alweer timelapse te schieten. Absoluut de bazen. Ik doe er eentje later, dat is leuker. Dat is leuker! Het regent later! Het landschap is fantastisch, maar het vertraagt ons ook wel enorm. En daardoor zijn de dagen natuurlijk gewoon... Ja, we maken dagen van 14, 15 uur. En niet één dag, maar dit is al de derde of vierde dag dat we gewoon dat doen. Nu dus, waar zitten we nu hier op de kaart? Hier, bij de 253.
Ah, ja. Dus hier zijn we gestopt gisteren. Omdat het er een of andere riviercrossing is. Dus ik stel voor dat we gaan proberen om hier omhoog te rijden. En maar te kijken hoe ver we komen. Om dat vanmiddag te gaan doen nu? Nee. Dat is voor morgen. Morgen wordt het lekker weer. Ja. Een fan. Ja. Fan aan de haaien. Mijn vriendinnetje controleert even of ik... Ja, we opnemen. Ja, we opnemen. Dan mag je niet wegdrukken. Op spieken hoor. Ja, op spieken. Hallo lieverd. Er zitten 4 mannen en een camera op dit moment op me. Nou ja, die mannen niet. Om me. Ik ben ook wel onwijs benieuwd naar het andere landschap. De andere kant van IJsland dat ze te bieden heeft. Dus echt de gletsjers en de ijsschotsen. Ja, inpakken, wegwezen en hè? Toch? Het lijkt naar uit dat we heel erg mooi weer krijgen. Dus daar kijk ik wel heel erg naar uit om daar doorheen te kiten. Maar ik dacht dat we naar het oosten gingen. Ja, toen kwamen we dit tegen. Tourist trap, denk ik, een beetje. Maar ik heb iets gezien in de buurt van de gletsjer. En ik denk dat het mooiste shot van de hele week gaat worden. Holy shit. Ja, ik denk het echt. Gegaan. We hebben het maar even omgedoopt tot Mordor, want dat waren we wel een beetje waande. Toen zag ik dus dat meer. In eerste instantie zag ik dus alleen maar ijs liggen. Toen dacht ik wel even, ah. Ik ben eigenlijk ook hier naar IJsland gekomen voor 2 shots. Dat was eigenlijk de vulkaan. En ik wilde gewoon echt heel graag van mijn bucketlist tussen de ijsbergen wegstrepen. En Mordor, dat was meer een shot dat Rijn echt helemaal... dat is meer echt iets voor Rijn. En, ja. Dus dat was meer dat ik dit... voor hem deed. Denk jij dat het überhaupt niet mogelijk is? Maar als je dan aankomt op die plek en je ziet dat natuurgeweld, je ziet de windkracht 10 krijgen op je voorhoofd en je ziet gewoon een waterval naar beneden vallen die niet valt, maar die wordt gewoon weer omhoog gespoten door windkracht 10. Ja, dat is echt heel erg vet en indrukwekkend om te zien. Ik heb nog nooit in mijn leven dit soort windsnelheden gezien. Echt nog nooit. Nou, Wimpy Hof. Wimpy Hof, die moet even komen. Het is een beetje koud. Het idee is als volgt. Ro gaat zijn kite pompen. Want het is namelijk super koud. Pompen, warm worden. Hou ik de kite vast. Laat hij zich omkleden. En ik ga klaarstaan. Drone de lucht in. Hand omhoog. Go. Dan is het go. Doet hij zijn rakkie. Waarschijnlijk is het misschien weer 1 rakkie.
ziet er wel echt weer poeierhard uit. Je weet dat het helemaal anders gaat lopen, Rijn. Absoluut. Ja, ik had mijn kuit opgepompt en die kon zijn shape niet eens uit. Die ging, als je hem vasthield, ging hij al helemaal dubbel vouwen. En als je hem vast, gewoon vasthield zonder in de lucht, dan werd je al bijna dat meer ingetrokken. Dus... Al die witte koppen, de baas is net niet, hè? De natuur is altijd de baas, maar daar liet het duidelijk zien dat het de baas was. Dus ja. Voor mij was de call al relatief snel te gemaakt. Oké, ja, we wachten en we kijken of de wind minder wordt. Ik denk altijd, als je je zinnen ergens op zet, dan kan dat. Ik kan zelf niet zo'n, of heel moeilijk zo'n besluit maken van, oké, het waait hard. Ik kan niet het water op. Het was gewoon te hard en dat is helemaal, daar hoef je niet voor te schamen. Ook als pro-kiter kan je op een gegeven moment zeggen, dit is gewoon de grens. Ja, het gaat zeker 40 lopen steady. Met stoten zeker 5. En toen had de Rijn mijn kuit vast. Na 10 minuten twijfelen zei Rijn van, nee, we gaan het niet doen. Tanzania hebben dat besproken, dat als een van ons zegt van, we doen het niet, dat je ook gewoon direct luistert. Als ik dan achteraf hoor dat het echt zo bizar hard heeft gewaaid, dat de hele crew niet echt een heel fijn gevoel erbij had, dan ben ik wel onwijs blij dat ik daarin word gesteund wat dat betreft, dat iemand anders zo'n call kan maken. Ja. Want anders dan weet ik wel zeker dat ik dat water was opgegaan of het had geprobeerd. Als we weer teruggaan en we hebben weer dezelfde condities, dan denk ik wel dat ik het wel ga proberen. Dan ga ik niet zeggen van, oké, we lopen weer terug. Kim, ja, dat is geen lachenbak. Kim, de wielen komen Kim, tot de ramen. Ja? Oh. Kom maar hoor. Cameraman. Lekker, koffie. Koffie. Aste. En ik heb mijn huurautootje even omgewisseld. Voor deze. Wat een ding, man. Ongelooflijk. Ja. Mij lijkt het leuk om even tussen die ijsschotsveld te kijken. Dat lijkt me wel tof. Waar we gisteren waren. Ja, waar we langs reden om middernacht. Ja. Dus ik stel voor dat we gaan eerst naar de gletsjer. Daar heb je ook ijsbergen. Welke gletsjer is dat? Dat is die kant ook op. Dan rijden we langs, ja. Langs dat meer weer. Nee, het is voor het meer. Stijfheid. Oude man. Oh, mijn ruggetje. Of wel zo schoon. Ja, het is wel echt weer gruwelijk mooi. Smerig vet. Het is echt heel vet. Moet alleen even wat meer wind erin komen. Dat is misschien het wel. Lijkt of daar meer. Of daar... Ja, daar lijken iets meer kopjes te staan. Thank you.
Dit is echt weer zo'n bucketlist. Ja. Hoe was het? Zo cool, man. Doet hij dan niet als je play drukt? Ik weet niet wat dat ding doet. Hey, hoe vind je het zelf gaan? Nou, hoe vind je het met die berg gaan? Ja. En dan even die gaten kanaal in hier. Godverdikkie. Is toch niet te doen? Gasjongen, besef even waar we zijn ook, kijk. Oh, hij had 1 seconde. Oh. Hij kan zo lekker gek gaan op technologie dat niet werkt, jongen. Die kan toch? Oh, dit kan. Doe even terug. Wat, dit is sick, jongen. Dit is bizar. Nat. Dit is toch idioot? Hoe kan dit? Dit lijkt toch niet echt? Maar je glijdt ook door het water, dat is ook nu wel echt heel dik. Maar dit lijkt toch gewoon getekend of zo? Ja. Dit is echt heel sick. Dat is bizar toch? Laatste dag in IJsland, jongens. Het is gewoon 1 druk op de knop, dat ook. Het is gewoon simpel. Tegenwoordig gaat het helemaal goed. We zijn niet van... Echt maar. Hier is niks aan dan. We gaan terug naar Mordor. En dit is eigenlijk de foto die ik al de hele tijd wilde maken. Het team is al een keer omhoog geweest. En om dan nu nog een keer te gaan en dat weer niet te lukken, dat zou ik heel erg jammer vinden. Het ziet er hier heel vredig uit, maar dat zag het ook de vorige keer. En de vorige keer was het gewoon echt... de waterval kwam omhoog in plaats van dat hij naar beneden viel. Zoveel wind stond er. Als hij kan kiten, wordt hij wel heel vet. Ik denk wel, als ik weer 3 uur ga hiken... we krijgen weer windkracht 10 op ons tandvlees. Dan acht ik de kans groot dat ik het toch wel ga proberen dan. Maar... Als je dan terugdenkt aan al je avonturen, aan al de beste kitesessies, sowieso dat IJsland dan bovenaan komt te staan, omdat het zoiets unieks is. De natuur heeft nog niet echt de tijd gehad om zichzelf hier te polijsten als het ware. Het is gewoon nog zo ruw en dat is zo mooi dat dat nog bestaat, weet je wel. Wachten en hopen. Hoe noem je dat ook alweer? Totaal godverdomme tyfus kut. Zoiets? Nou, er komt een zonnetje en het gaat zo meteen waaien, man. Pak hem als maar gewoon gelijk weer aan voordat hij helemaal kapot scheurt. Ik was zo dichtbij. Trekt helemaal open zo meteen. Boom! Heeft er iemand nog een dammetje mee of zo? Ik heb een goed idee. Zolang het niet waait, gaan we gewoon garnalen proberen te vissen hier. Ja, ik vind het goed. Ga jij eerst? Ben je rekje strikken? Ja, remt je kite op en dan gaat het stormen. Mooi dat je 7 ook mee hebt genomen. Ja. Niet te doen. Wij zitten hier al 2,5 uur met mijn kite opgepompt te wachten. Rijn, wat zijn we eigenlijk aan het doen? We zijn aan het wachten op de wind. Het zou de plaat van de week worden. Maar ik ben er bang voor dat het de deceptie van de week wordt. Ik weet het niet zeker, maar misschien moet het de filmjongens even vragen. Oh, daar zit ik. Oh, hallo. Ja, uiteindelijk gaat de wind niet aan. Dus ik ben heel bang dat we weer naar huis moeten lopen. Oh. Gaat hij naar uit? Ik weet niet. Nee, volgens mij is dat schermpje uit. Ik wil op schermpje tikken. Ik wil mezelf wel blijven zien. Tom wil ook heel graag. Ja. Nou, dit is Tom. Hallo Tom. Oh. Oké, nou. Iedereen zit dus lekker pessimistisch te doen. En we gaan misschien ook niet kiten. Maar we gaan wel...
skinny dippen. Ja! En ik had al bedacht dat die foto's, die gaan die gasten natuurlijk allemaal live gooien. Maar de foto van de film wordt het Rijn in het onderwaterhuis met Ro. Onder water. En die foto die wil iedereen zien. En dan moet je de film helemaal afkijken. Want aan het eind van de film zit de skinny dip foto. Tonnetje erop. Het zal wel even lekker zijn. Dan zien we helemaal niks. Geen pielenmaus onder water. Het wordt spannend. Rieke Rock Paper Scissors. Degene die verliest gaat skinny dip het water in. Maar we hoeven niet nu gelijk. Later, hè? Ja, is goed. Dit is echt heel pijnlijk. Komt-ie! Nou, we kunnen ook laten doen. Fucking lafaard! Jij kan de druk niet aan. Als die moet presteren, haakt die af. Grote mond, maar een puntje bij paaltje komt. Dan waait het te hard. Dan gaat hij niet. Kijk, hij weet, dit is geen zelfvertrouwen, hè? Kom. Oh! 1-1? Nee. Dit wordt een winnende, hè? Klopt. Oh! Yes! Heb je nog meer goede ideeën? Je moet 10 meter dat ijswater in. Dan is hij inmiddels zo. Hoor je wat hij zegt? Je moet 10 meter dat ijswater in. Dan is hij zo groot. Ik ga met je mee, ik hoef niet mee. Ik kan gewoon mijn pak aantrekken. We zijn een team. Ja, take it for the team. Fuck this shit. Je ziet gewoon helemaal niks, jongen. Nee, maar dat... Zo'n klein garnaaltje. Jezus. Dit is toch geniaal? Deze is ook heel cool. Fucking cool. We hebben hem, jongen. We hebben hem. Yes. Echt heel cool. Dit is wel echt heel grappig, hoor. Dit is ook wel lastline waardig. Van Nepal, maar dan wat meer in de stand kan landen.
kijkers vinden het ook wel weer dik om te doen. Ja, wel warm. Heb je wel warm toe? Ja, Koerland is wel het, ik denk dat dat wel echt een soort van de favoriet is, hè.